Ja, goedemorgen. Ik wou jullie even laten zien waar wij afgelopen nacht gekampeerd hebben. Check dit. Het is hier muisstil, zolang ik niet praat. We hebben hier gekampeerd en het was hier best wel koud. Het was in de tent, was het min 7. Waar het buiten de tent was, weet ik niet. Maar ik schat zo min 10 ongeveer, denk ik. Dus ik zal eens even kijken wat het nu is. Dit hangt in het zonnetje. Oh, het is hier nu een graad of 5. Dank een thermometertje aan de fiets. Dan zou je denken van... Zo koud, waarom ga je dan ook op de sneeuw staan? Dit is geen sneeuw. Het is allemaal zout. We zitten in Bolivia. En in Bolivia zijn in het zuiden de grootste zoutvlaktes ter wereld. Althans, zover ik weet, zijn het de grootste ter wereld. En dan zit je hier op een zoutvlakte. En dan is het min 10 s'nachts. Maar dan is het 1 augustus. En 1 augustus... is in vergelijking met Nederland is het 1 februari. Dus had je winter. Plus, we zitten niet op zeeniveau. We zitten hier, dit hele vlak is op 3600 meter hoogte. Dat is maar 800 meter lager dan de top van de Mont Blanc in Europa. Ja, toch? Ja. Dit is onze tweede zoutvlakte al. De andere zoutvlakte lag daar zo. Daar zijn we vandaag gekomen. Als je heel goed kijkt, zie je daar een krater met een besneeuwde, weet ik veel, krater. Daar zijn we vandaag gekomen. Dit is wel heel hard. Het is best wel... Zie je dat? Best wel hard zout. Maar die andere was best wel zacht en heel nat. Daar hebben we 2 dagen over gedaan. Dat was best wel een beetje ellende eigenlijk. Heel hard gedrukt. 10 kilometer gelopen of zo met die zware fietsen. De hele fietsen zitten ook zwaar onder het zout. Hier hebben we onze beroemde Peruaanse voetbalspeler die net geen wereldkampioen of net geen kampioen van Zuid-Amerika is geworden. Die is best wel aardig op de fietsen. Op dit niet. Maar... Dat was een lang filmpje zo, hè? Geef niet op. Dit is onze route. Daar komen we vandaan. En daar gaan we naartoe. Heel in de verte zie je een berg. Dat noemen ze een eiland. Het is onze volgende bestemming voor, denk ik, de lunch. Dat is ongeveer nog een kilometer of... Wat zal het zijn? 30, 40? En dat is alweer een kilometer of 15 à 20, denk ik. Dus het lijkt allemaal heel dichtbij hier zo, maar dat valt nog wel tegen. Even kijken hier flink op. Kim zit nog steeds aan het ontbijt. We hebben gisteren verse broodjes gehaald. We hebben eitjes gekookt, dus we hebben gekookte eieren. We hebben lekker warme thee, dus we zijn langzaam aan het opwarmen. Onze flessen zijn nog steeds... hard bevroren, bijna hard bevroren. We zijn een beetje aan het ontdooien. Ja, wat gaan we vanaf hier doen? We zijn dus daar vandaan gekomen. Dat was, hoe heet dat ook alweer? Lika. Jika eigenlijk. Schreef met dubbel L in het begin. Dat is heel Spaans weer. Jika. We gaan daar naartoe. Daar ligt Uyuni. Dit zijn ook de zoutvlaktes van Uyuni. Dit is hele zoutvlakte. Vandaar naar daar is ongeveer, nog niet helemaal, 200 kilometer. Dus dat is breder dan heel Nederland. Even een zoutvlakte over fietsen. Ik denk dat we... Aan de achterkant van het eiland nog een keer weer een nachtje zo in de middle of nowhere gaan staan. Dan gaan we naar Uyuni. Vanaf Uyuni hadden we eigenlijk het idee om weer terug het zout op te gaan en dan naar het zuiden te gaan. Maar gezien het tijdgebrek gaan we waarschijnlijk, plus ik denk als wij 4 dagen zout hebben gefietst,
zijn we ook wel een beetje klaar mee. Gaan wij vanaf van juli gaan we naar de grens toe. Daar ligt Mojo volgens mij, Mogo. Gaan wij Argentinië in. In Argentinië gaan we proberen de route 40 op te zoeken. En de route 40 loopt van helemaal Noord-Argentinië, het uiterste zuiden van Argentinië, waar wij weer op vliegtuig stappen. Maar dan willen we natuurlijk Chili ook wel zien. Dus ik denk dat we af en toe ook een beetje gaan landje hoppen. Dus we gaan niet helemaal de route 40 volgen. Die is ongeveer 5.500 kilometer. Dus we hebben nog eentje te gaan. En in november proberen we weer in Nederland te zijn. We hebben de vluchten geboekt. Als het goed is landen we op zaterdagochtend de 23e november weer op Schiphol. Yes! Nou, dat was het weer volgens mij tot nu toe. Kim, jij nog iets aan toe te voegen naar dit hele mooie verhaal? Voor mij was het wel compleet. Was het compleet? Oké. Doei doei. Ja, doei doei. Kijk, dat zijn de eitjes. Een beetje mayo, een beetje jam. Hier hebben we nog een benzinebrandertje. Benzinebrandertje hebben we lekker een theetje opgezet. Oh, ze zijn nu alweer afval aan het maken hier zo. Even de afval opzoeken. Woehoe, even wachten. Dank u. Oh ja, ik wil nog heel even vertellen. Het was natuurlijk steenkoud vannacht. Wat hadden we aan vannacht? Uiteraard onze donsen slaapzakken. Die lagen op een paar van deze matjes. Daar binnen in de slaapzak zat een paar van deze, wat is het? Liners noemen ze dat. Dat is een binnenslaapzakje. Dan had ik aan een korte fietsbroek. Daaroverheen een lange fietsbroek. En een, noem je zo'n ding? Oh ja, joggingbroek. Joggingbroek. En twee lange thermoshirts. Een jasje. En dit hele lekkere, dikke, warme donsjack. Had ik ook nog aan. En ik had mijn muts op. Met capuchon. Mijn zonnebril had ik niet op. Het was stikke donker vannacht. Het was zo donker. Ik ga even een stukje sterren kunnen doen, vind je niet erg, hè? Het was zo donker vannacht. Dus even kijken. Daar ergens zagen we Jupiter. Saturnus eronder. Daaromheen zat helemaal de Schorpioen. Daar zat het Zuiderkruis. De Australiërs en de Nieuw-Zeelanders die claimen altijd het Zuiderkruis. Maar hij is hier ook prima te zien. Het Zuiderkruis wijst altijd naar het zuiden, dus we moeten die kant ook ongeveer op. Dan zag je over de hele breedte de Melkweg. De Melkweg is in Europa ook wel iets te zien. Maar hier is hij echt super fel en over de hele breedte van horizon tot horizon te zien. Daar was ergens het noorden. De Poolster is hier niet te zien. Maar het stilpannetje, de grote beer dus, die staat hier heel raar op de kop. En die verwijst altijd naar de Poolster. Dus de Poolster die staat ergens daar onder de horizon. Maar die kun je dus hier niet zien. Maar met een beetje fantasie kunnen we ongeveer voorstellen waar die zou moeten staan. Nou, dat was het stukje sterrenkunde bij zonlicht. Ik ga afsluiten. Dit is alweer 8,5 minuten deze film volgens mij. Echt verder niks meer aan toe te voegen? Nee. Nee, wij gaan verder over het zout. Dan denk je, zout gaat heel snel. Dat is super glad. Dat valt nog wat tegen. We fietsen ongeveer 13, 14, 15 kilometer per uur maximaal. Het is net een verharde zandweg. En dat fietst niet zo heel fijn met al die kuilen en gaten. Maar goed, dat geeft niet. We genieten ervan. En tot de volgende keer. Bye bye. Bye bye. Bye bye.